Hallo en welkom iedereen. Welkom in een nieuwe video. En vandaag wil ik het met jullie hebben over iets heel belangrijks. En het is eigenlijk een blog die nu in een video gegoten wordt. Dat ik eigenlijk al een hele week mee bezig ben. En nog een aantal puzzelstukken nodig had om het op een goede manier aan jullie te kunnen overbrengen. En het is ook weer niet verwonderlijk dat het net zo nu vandaag, op 22 februari 2022, dus 6 keer 2, wat eigenlijk als je het samenbrengt, te herleiden is tot een getal 3. En dat is eigenlijk ook weer verbonden met het getal van manifestatie. Nu, degene die ondertussen de cursus online, de online training Manifesteer met Elementen aangeschaft heeft, zal ondertussen weten wat de belangrijkste getallen zijn. Maar dat is dus 3, 7 en 12. Dat zijn de getallen. Waarop dat eigenlijk ons universum gebouwd is. Maar daar gaat deze video nu natuurlijk niet over. Mam, ik word snel afgeleid vandaag. Maar dus vandaag je gaat ondertussen al gezien aan de titel, gaat het over dualiteit. En meer nog eigenlijk over de duale strijd die ook in jezelf aanwezig is. Ik ga ook een stukje vertellen over de dualiteit collectief en eigenlijk hoe dat zich ook weerspiegelt en toont in tweelingvampconnecties. En hoe dat ik het zelf heb mogen ervaren de laatste week. Nu, het is belangrijk om te weten dat een van de belangrijkste redenen waarom wij als ziel, als energie eigenlijk rondlopen in dat fysiek lichaam, er eigenlijk is omdat we zouden leren waar dat we stoppen en waar dat de andere begint. Maar het probleem is dat we hierdoor vergeten zijn dat we ondanks de fysieke illusie van gescheiden zijn, we tegelijkertijd allemaal ook verbonden zijn. Dus dat betekent, vertaald, dat wanneer dat ik keuzes maak, dat ook de andere jou op een of andere manier gaat gaan beïnvloeden. Het feit dat ik nu beslis om deze video te maken en te delen en te posten, dat heeft een invloed op heel wat mensen. Dat is weer een positief voorbeeld, hoop ik toch. Misschien voor een aantal negatief, maar ja, waarom kijken jullie dan natuurlijk, hè? Zowat. Meer en meer mensen zijn dus, nee, meer en meer zijn we dus eigenlijk als collectief veel te veel waarheid en vooral kracht gaan geven aan de illusie van afscheiding. Terwijl dat er eigenlijk die afscheiding er enkel alleen maar was zodanig dat we konden gaan leren over dualiteit. Nu, wanneer je als ziel niet geïncarneerd bent, dan verblijf je eigenlijk nog in die eenheid. Blijf je daar veel meer mee verbonden en dat voel je ook omdat je niet in die dualiteit zit. En hierdoor kan je dus ook niet leren over het verschil tussen bijvoorbeeld koude en warmte, boven, onder, voor, achter. Hè? Dat is een heel eenvoudige voorbeeld van dualiteit. Maar ook niet over andere dualiteiten, bijvoorbeeld alle achterliggende emoties die er zijn. Omdat een eenheid dat je voornamelijk verbonden bent met onvoorwaardelijke liefde, met harmonie, balans, geluk, al die hogere energieën en emoties. En dat betekent ook dat bijvoorbeeld dat we doorheen armoede gaan, dat we doorheen ziekte gaan, om het verschil te kennen met wat is het om overvloedig te zijn, te voelen, wat is het om gezond te zijn. Dus elke ervaring dat jij meemaakt en die ook op je pad komt, die is er om jouw ziel kansen te geven, om te ervaren en dus te leren. Alleen zijn we nu in een tijd gekomen dat de lessen die je leert niet meer per se enkel alleen maar nog vanuit gescheidenheid, angst of die achterliggende energie hoeven te gebeuren. Je kan er ook heel bewust voor kiezen om dezelfde les te leren, maar vanuit die andere kant. Vanuit eenheid, vanuit liefde en vanuit die hoogtrillende energie. Dus dat is eigenlijk de keuze die je elke, en misschien zelfs wel de enige keuze, de belangrijkste keuze die je elke dag te maken hebt. En die duale strijd is er niet alleen elke dag in jezelf, maar ook ruimer in de wereld. Dus, en het is dat je ook gaat merken. Je wordt constant voorgespiegeld dat er eigenlijk maar twee mogelijkheden zijn. Dat of dat. Wel eens of niet. Maar dat klopt niet. Er zijn oneindig veel mogelijkheden wanneer dat je vanuit eenheid en liefde naar je leven kijkt. Ik ga nog een voorbeeld geven. Als je de deur uitgaat en je verwacht dat het druk zal zijn en je te laat zal zijn en dat je te laat gekomen en je begint je daarin op te jagen en te stresseren en zorgen te maken, raad dan eens wat dat jij gaat manifesteren en ervaren terwijl dat je op de weg bent. Inderdaad, het gaat druk zijn, je gaat te laat komen, misschien zelfs een ongeluk, hè, wie weet. En dat zijn allemaal dingen om te tonen dat je eigenlijk verkeerd aan het denken bent, dat je eigenlijk verkeerd bezig bent, dat je terug in het nu moet komen, terug in jouw eigen energie. Wanneer ik ergens moest zijn, of ik moet de kinderen naar school brengen, heel simpel voorbeeld, dan ga ik er ook altijd vanuit dat we op tijd zullen komen. Ook al vertrekken we 5 of 10 minuten zelfs later. Ik verwacht geen andere realiteit dan dat. Dan dat vlot verkeer gaat zijn. Dat de mensen respectvol en goffelijk zijn. Want dat is hoe dat ik mij ook, laten we zeggen, 99% probeer te gedragen in het verkeer. Soms
floep ik er ook wel eens uit, natuurlijk. Wie niet? Maar dat is dan ook hetgeen wat je meestal ervaart. De momenten waarop ik ook gestresseerd en geënerveerd en veel te veel in mijn hoofd zit. Dat zijn de momenten waarop ik geflitst word, waarop ik allerlei verkeersophopingen en wat dan ook wat tegenkom. Dus kies ervoor, elke ochtend bijvoorbeeld, in dit voorbeeld, dat je op tijd gaat zijn. En dat ga je ook ervaren en meemaken zoals van mij, dat je eigenlijk meestal te vroeg bent. Dat er weinig verkeer is, of als je ergens aankomt waar dat dan lijkt dat je toch nog iets langer zou moeten afschuiven, dan roep je gewoon jouw team aan, dat zoals dat ik doe, en dan vraag je om het verkeer vlot te laten verlopen. Dat is niet alleen goed voor jou, maar ook voor de anderen die in dat verkeer staan. En keer op keer ga je dan merken dat binnen de seconde er eigenlijk een verandering optreedt. En hoe komt dat? Je zou kunnen zeggen toeval, en dat hoor ik je misschien nu zeggen, maar dat is het niet. Dat is omdat ik bewust mijn energie gebruik voor een positieve ervaring. Dat is één kant, één mogelijkheid, één realiteit van wat er mogelijk is. Dus waarom zou jij je manifestatiekracht dan enkel gebruiken voor een parkeerplaats te manifesteren? Gebruik het voor alles in je leven. En dat is de bedoeling van deze leerplek, deze aarde, deze school hier. Dus keuzes die zijn er op elk moment van de dag. En dan heb ik het zelfs niet over de zogezegde moeilijkere keuze, maar wel over hoe dat je reageert aan je kinderen, hoe dat je reageert aan je partner, hoe dat je reageert op klanten, op mails, op facturen of wat dan ook. Kies je om positief te denken over een situatie of een uitkomst, of kies je ervoor om negatief te denken? Ga je altijd uit van het ergste, omdat je jezelf dan vertelt van dat je voorbereid bent? Of hoef je je eigenlijk niet voor te bereiden, omdat je weet dat alles er voor je hoogste goed is, ook de obstakels op je pad? En belangrijk daarbij is om te weten dat het verleden bestaat uit mislukkingen en uit successen. En het verleden maakt daarmee, of wordt daarmee eigenlijk ook jouw gids. Want door het verleden te hebben geleefd, door dat te ervaren, ben je eigenlijk veel beter in staat om je toekomst heel bewust te kiezen. Je weet het verschil, je hebt de contrast, het verschil ervaren. En alle ervaringen zijn of vormen dan eigenlijk een bron van rijkdom, waar je de sleutels tot jouw succes en jouw droomleven zou kunnen vinden. Dus het is belangrijk om het heden, het nu, te aanvaarden voor wat het is, voor waar je bent, voor waar je nog niet bent, maar ook het verleden. En tegelijkertijd ook je toekomst. Want dat wil zeggen dat je dan vertrouwt dat enkel de goede dingen op je pad zullen komen. En dat je een meester geworden bent die bewust kiest en die dus enkel manifesteert voor het hoogste goed. Niet alleen voor jouw hoogste goed, maar voor ieders hoogste goed betrokken. Dus vertrouw en vind ook rust in dat niet weten. Een ander stuk hiermee gepaard gaande is dat er eigenlijk één van de wetten is de wet van eenheid. Er bestaat geen wet van dualiteit. Er is wel een wet van eenheid. En zoals je kan vermoeden, zegt hij dan dat eigenlijk alles verbonden is met elkaar en tegelijkertijd ook met de bron. En als je dat toepast in je realiteit, dan zou je eigenlijk ook moeten weten en beseffen dat alles wat je naar verlangt, al met jou verbonden is. Het is er al. Je ziet het alleen nog niet, omdat je nog niet de juiste frequentie hebt om het te zien of te ontvangen. Door geen weerstand meer te bieden, geef jij jezelf dus eigenlijk de kans om te ontvangen. En nee, ik weet het leven is niet altijd zonneschijn en gelukkige momenten. En ik heb ook mijn deel al gehad, geloof mij vrij. Maar het is vanuit de hogere emoties die je ervaart, dat eigenlijk dan dat hetgene is dat jij jouw wereld en dus je diepste hartsverlangen zou kunnen manifesteren. Wanneer je voortdurend in die lagere emoties zit, dan is het ook van daaruit dat je gaat manifesteren. Dus ook daar is het belangrijk om bewust te zijn van die dualiteit. En ik ben afgeleid, want ik verwacht nog een pakketje. Dus ook dat is weer dualiteit. Dus laat me nog een ander voorbeeld geven om te tonen hoe dat dualiteit zo hard verweven zit in ons leven. Nu, sommigen die mij volgen of die ook mijn nieuwsbrief ontvangen, die gaan daar ook al een stukje in gelezen hebben of gehoord hebben. Maar dus sinds eind januari van dit jaar was ik aan het worstelen met mijn fysieke gezondheid. En ik was positief getest op COVID, ik heb daar ook een video over gemaakt. En alhoewel ik me eigenlijk na iets, laten we zeggen, een week, 2 weken wat beter voelde, was het eigenlijk niet altijd zoals ik zou willen. En wat er eigenlijk gebeurde, was dat ik eigenlijk negeerde dat mijn lichaam meer tijd nodig had om te verjongen, om meer te herstellen, om weer echt opgeladen te zijn. En geduld is niet echt mijn sterkste kant. En dat maakt dus dat ik ook verschillende dingen geprobeerd heb. Healing van mezelf, werken met universele vlammen, zodat ik ook mijn klanten aanleer, aromatherapie, detox, ik heb van alles geprobeerd. Alleen slapen, meer slapen, dat leek me eigenlijk wat te helpen om ervoor te zorgen dat ik meer energie kreeg.
Waardoor dat ik dan op den duur ook wel weer klantsessies kon gaan doen. Maar telkens in die klantsessies, ja, geef je ook energie. En merkte ook dat mijn energie weer heel snel uitgeput werd. Dus kortom, mijn leven was eigenlijk nog niet zoals ik het zou willen. Los van het feit dat er ook een aantal andere zaken waren die ik gehoopt had dat die er al zouden zijn, waaronder een aantal zaken in mijn tweelingvlamconnectie en dergelijke. En dan worden ook nog dingen met mijn kinderen en zo. Dus er waren verschillende dingen op verschillende vlakken in mijn leven die eigenlijk niet liepen zoals ik het zou willen. En dat maakte dat ik gefrustreerd werd en dus eigenlijk me begon te verzetten tegen alles. Maar als gevolg dat ik pijn kreeg in mijn oor. En uiteindelijk ging ik er zelfs voor naar de huisarts, terwijl dat eigenlijk ik ga heel weinig naar de huisarts. De laatste keer was in 2020, nadat ik eigenlijk op een hele stomme manier gevallen ben. Maar ook dat was weer een moment, of een signaal van het universum van Lindsay, uit je hoofd, in het nu. Maar dan zelfs naar de dokter gaan, daarmee hielp mijn pijn eigenlijk niet, of mijn pijn verminderde niet. En dus bleef dat mij irriteren. En het is pas nadat ik de inhoud van deze vlog, waar ik nu aan het vertellen ben aan jullie, opnieuw bekeek, dat ik eigenlijk de les zag. Dus wat was er aan het gebeuren? Ik verzette me tegen die pijn. En waarom verzet ik me tegen die pijn? Omdat ik me eigenlijk niet zwak wou voelen, omdat ik werk te doen had. Ik had mensen die op mij rekenen om ze te ondersteunen. Hè. De klanten die in individuele sessies zitten, in individuele trajecten. Ik ben gewoon om te helpen, om te onderwijzen, om te genezen. Dat is hetgeen wat ik hier kom doen. Alleen, ik kon mezelf nu niet genezen. Dus ja, dat was een groot probleem, een grote frustratie. Ik was boos op mezelf, boos op het universum. En eigenlijk het enige wat ik kon doen was huilen. En gelukkig maar, want dat is eigenlijk ook mijn doorbraak geweest. En uiteindelijk na een gesprek met mijn tweelingvlam, die eigenlijk dan voor mij een kader gevormd heeft voor al die emoties waar ik doorheen heb, dat ik zelf niet kon plaatsen en loslaten, zag ik ook dat inzicht, zag ik ook wat er aan de hand was. Ik mocht eigenlijk alle grenzen en alle verwachtingen die ik aan mijn eigen leven had verbonden, loslaten. En dat is ook weer dualiteit. Het was uiteindelijk ook mijn tweeling die zei van, je hoeft niet zo hard en zo streng te zijn voor jezelf. Hè. Hij zei ook dat ik mezelf, dat het oké was om mezelf zwak te voelen en dat het oké was om rust te nemen. Dus en terwijl ik zijn liefdevolle advies opgevolgd heb, heb ik in die momenten ook geaccepteerd dat het oké is om die zwakte te voelen. Ik aanvaarde de verdrietige momenten die er geweest zijn doorheen mijn hele leven. Ik aanvaarde de momenten waarop ik eigenlijk aan mezelf getwijfeld heb, heel mijn leven. Al die keren dat die dingen niet gegaan zijn, zoals nu de laatste weken, zoals ik zou willen dat het zou zijn. Dus dat heb ik allemaal aanvaard. Want tenslotte waren het ook allemaal levenslessen. Dat zijn allemaal momenten die mij krachtiger gemaakt hebben, die mij zuiverder gemaakt hebben en wie dat ik bedoeld ben te zijn in dit moment. De worstelingen en uitdagingen, die waren er allemaal zodanig dat ik ze zou kunnen vertalen in aardse bewoordingen en ze kan ook kunnen leren aan jou, onder andere. Maar ook dat is dualiteit van het leven. Het leven is niet alleen maar roze geur en maneschijn, zoals ik net gezegd heb. Het is niet alleen maar happy en peppy. Die andere emoties zijn ook belangrijk om er te zijn, om ze te erkennen en vooral te aanvaarden. En ik mocht dus accepteren dat mijn de laatste weken, dat mijn lichaam meer tijd nodig had dan mijn energie. Want qua energie was ik weer al klaar om te gaan produceren, te delen en te creëren enzovoort meer. Maar mijn lichaam was er nog niet klaar voor. En nu, dat is ook eenmaal zo. Wanneer het gaat om het integreren van de hogere energieën, ascensie gaat heel snel als je het toelaat. Maar we vergeten ook vaak dat ons lichaam altijd iets later komt. En dat is ook oké. Dat moeten we ook aanvaarden. Dus ik sta ook toe om me kwetsbaar en zwak te voelen. Ik sta mezelf zelfs toe, op dat punt ben ik ondertussen gekomen, om dat ook met jullie te delen. Want ook dat is mijn verantwoordelijkheid en hetgeen wat ik eigenlijk bedoeld ben om te doen. Want ook dat hoort bij dit leven en ook dat hoort bij zielsgroei. Vertrouwen en laten gaan. En weten dat het universum je altijd ondersteunt, ongeacht over welk obstakel of wat hij ook probleem waar je mee te maken krijgt. Bovendien, je krijgt enkel maar de obstakels en problemen waar je klaar voor bent. En dus eigenlijk weet je op dat moment van, oké, ik kreeg dat, die les hier, want ik ben er klaar voor om ermee om te gaan, om ermee te dealen, de lessen te leren. Nu, tussen haakjes, deze visie wordt iets langer, want ik heb heel wat te delen. Maar een ander inzicht dat ik kreeg, naar aanleiding van hetgeen wat ik nu net allemaal vertelde,
was eigenlijk dat de weerstand die ik ervaarde verbonden was met de mannelijke energie in mezelf. Doordat ik heel lang de mannelijke energie in de wereld om me heen niet vertrouwde, en dat was eigenlijk al van kinds af en tiener ook meer en meer, was ik genoodzaakt om op mezelf te gaan vertrouwen. Dat zorgde dus voor, en dat gaan heel veel vrouwelijke energieën, dus Divine Feminines, herkennen. Doordat ze niet de mannelijke energie in een anderen vertrouwen, stappen ze zelf in hun eigen mannelijke energie. Maar zo gaan die eigenlijk wat gaan overontwikkelen, waardoor dat ze hun eigen vrouwelijke energie wat gaan verwaarlozen. En dat is het stuk dat mij uitgeput heeft, omdat eigenlijk mijn kern is die vrouwelijke energie. Ik stroom en ik thrive als ik vanuit mijn vrouwelijke energie in mijn leven kan gaan vormgeven. Maar wat als nu dus gebeurd was, was dat eigenlijk de mannelijke structuur dat ik eigenlijk voor mezelf had opgebouwd, dat werkte niet meer goed. Dus dat fysieke, die daarmee verbonden was nu, dat werkte niet meer. En dat is ook een van de redenen waarom dat ik op dat moment mijn tweelingvlam als het ware nodig had om structuur te bieden aan de emoties waar dat ik doorheen ging. Omdat mijn eigen mannelijke energie hier dus belichaamd als mijn fysieke lichaam het zelf niet kon doen. Het was te zwak, wat dan ook dat ook maar was. En tegelijkertijd was het ook de bedoeling om die laatste stukken muur en oude structuren en copingmechanismen eigenlijk gaan af te breken. Om nog volledig en nog meer open te zijn naar mijn tweelingvlam. Om nog veel meer die onvoorwaardelijke liefde te kunnen gaan ervaren. En ook gaan ankeren via onze connectie en via onze fysieke lichaam. Maar dus, zo zie je maar hoe dat bewustwording eigenlijk van oude structuren en van de copingmechanismen, dus eigenlijk het verdedigingsmechanisme dat je jezelf aangeleerd hebt, dat belangrijk is om niet alleen voor je eigen persoonlijke groei, maar ook natuurlijk voor hoe dat je in relaties gaat gaan staan. En dus is belangrijk in het begrijpen van jezelf en aanvaarden hoe dat je reageert en functioneert in je relaties. En gelukkig hebben mijn tweelingvlam en ik er iets geursparcours op zitten en hebben we heel wat al geleerd en doorworsteld. Waardoor, vooral individueel, maar dan natuurlijk ook naar elkaar gespiegeld. Waardoor dat we elkaar ondertussen eigenlijk van binnen en van buiten kennen. Dus wij weten, hij weet wat ik nodig heb en omgekeerd. Wat betekent dat wanneer dat ik het niet zie, bijvoorbeeld zoals nu, dat ik echt overweldigd werd door mijn eigen emoties en het er ook met mezelf geen raad meer wist. Dan is hij in staat om dat kader te houden. Dat is ook typisch iets voor de mannelijke energie, om die structuur te bieden. En omgekeerd, wanneer hij overmand wordt door verwardheid, enerzijds bijvoorbeeld, of net te veel in zijn mannelijke energie dan gaat, dan helpt mijn vrouwelijke energie hem dan ook weer verzachten en weer helpt hem eigenlijk met verbinding te maken met zijn eigen hart en zijn eigen ziel. En zo merk je, en zo is hoe dat ook werkt in eigenlijk zielsconnecties. Niet alleen in tweelingvlammen, maar uiteindelijk op langere termijn is dat ook de bedoeling dat ook in soulmate-relaties op die manier gaat. Dat je eigenlijk elkaar sterker gaat gaan maken en elkaar gaat ondersteunen. Terwijl je op het pad loopt terug naar je eigen kern, terug naar jezelf. Om op die manier dan eigenlijk weer een voorbeeld te zijn voor anderen. En te tonen dat het echt wel anders kan. Niet alleen in relaties, maar ook hoe dat je jezelf toont aan de wereld. Wat dat je doet om jezelf te onderhouden. Dat wil ik zeggen, ook financieel. Hè, om in je behoeften te voorzien. Niet alleen financieel, maar gewoon behoeften in het algemeen. Hoe dat je kinderen opvoedt bijvoorbeeld. Wat dat je eet, echt alles. En dat is waar dat de grote ontwaking eigenlijk en de ontstijging van dualiteit naar eenheid eigenlijk allemaal over gaat. Want dat is eigenlijk de ontwaking. Dat we die dualiteit ontstijgen. Dat we het ego gaan integreren en gaan leren gebruiken in functie van je ziel en van je hartsverlangen. Om dan eigenlijk vanuit dat eenheidsbewustzijn in je leven gaan vorm te geven. En dat gaat helemaal op een andere manier dan dat we altijd geleerd zijn en dat we altijd vertaald geweest zijn. En dat is hetgeen wat ik onder andere en met nog een aantal andere collega's die ook lichtwerkers of tweelingvlammen zijn, dat doen. Dus weten en beseffen dat je nog steeds in een duale wereld leeft. Maar tegelijkertijd die ook geen macht of geen controle meer geven, of zodanig dat hij over jou geen controle meer kan gaan uitoefenen. Weten dat je één geworden bent, dat is eigenlijk dat wanneer je in dat diamantenbewustzijn bent, wanneer je in dat eenheidsbewustzijn of Christusbewustzijn, dat is allemaal hetzelfde. Als je daar meer wil over weten en je bent echt helemaal nieuw erin, dan raad ik jou aan om het pakket met het e-book aan te schaffen. Dan weet je terug, de link is ook hieronder de video. Waarin dat ik echt met jou doorheen de fases ga,
de fases waarmee dat ik bedoel, dat ik uitleg wat dat echt is, dat eenheidsbewustzijn, wat dat proces daarna heen toe is. Ook mijn boek, waar is hij? 96 Vlammen. Ook daarin spreek ik over ascensie, de verschillende fasen en natuurlijk ook nog een stukje meer rond de universele vlammen en tweelingvlammen. Dus als je daar wilt meer over weten, over hoe dat je eigenlijk liefde in je leven kan manifesteren via je eigen groei, via je eigen ascensie, dan raad ik jou het boek zeker aan. Ik zag net 2020, dus voor degenen die nummers belangrijk vinden, Google is 2020. Weet dat onvoorwaardelijke liefde, dat is eigenlijk de ene energie die jou de weg gaat tonen. Die enige energie die ons hart weer opent. En ik herinner mij als kind, zei ik altijd tegen de mensen van, wat ga je later doen? Of waarom ben je hier? Of zo van die beroepsvragen. Zei ik altijd van, ik ben hier om vrede op de wereld te brengen. En dan werd die altijd dat lachen met mij. Maar kind toch? Maar vorige week bedacht ik me eigenlijk dat we toch wel goed op weg zijn. Ook al lijkt het in de realiteit niet zo, zeker niet met de wereldse gebeurtenissen nu, maar weet dat dat er enkel is om de huidige systemen te laten afbrokkelen. Dus geef ook geen aandacht daaraan en geef ook geen energie aan iets wat je niet wilt gaan voeden. Dus niet in je eigen leven, maar ook gewoon niet collectief. Want dat is wat er ook aan het gebeuren is. Dus focus op je eigen leven, werk aan jezelf. En dat is de enige manier waarop dat we de nieuwe wereld geboren laten worden. Dus ik zou zeggen, mogen alle mogelijkheden voor je open zijn. Dat is iets wat we ook op Arturi altijd zeggen, in plaats van hey, ik wens je het beste. Maar dus mogen alle mogelijkheden voor je open zijn. Ik hoop dat je een magisch, liefdevol, fantastisch leven hebt. En ik zie je sowieso opnieuw in een nieuwe video. Tot binnenkort. Daag!